Hallo, welkom bij de Van Leijen Academie. Het is onze passie om je verder te helpen in het boeiende, maar complexe werkveld van het overheidsrecht. Ik ben Liesbeth van Leijen en in deze video wil ik aandacht vragen voor een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 19 februari 2014. Zal ik me eerst nog even wat verder voorstellen? Ik ben Liesbeth van Leijen en eigenaar en oprichter van Van Leijen Overheidsrecht en de Van Leijen Academie. In mijn praktijk help ik dagelijks particulieren en professionals die worstelen met verjaring, grensoverschrijdingen, erfdienstbaarheden en andere kwesties uit het overheidsrecht. Wat was er nu aan de hand in Schiedam? In deze zaak ging het om gemeentegrond, in gebruik bij een groepje woonbootbewoners, maar eigendom van de gemeente Schiedam. Dat gebruik was niet goed geregeld en de gemeente bood aan dat de woonbootbewoners de grond tijdelijk in bruikleen mochten krijgen, in afwachting van definitief beleid van de gemeente. De woonbootbewoners daarentegen deden een beroep op verjaring. Een van de argumenten van de gemeente Schiedam is dat er geen sprake kon zijn van bezit en dus ook niet van verjaring. De reden daarvoor was dat de gemeente de gronden ooit in bruiklijn zou hebben gegeven. Weliswaar stilzwijgen, maar toch. En als een strook grond in bruikleen is gegeven, is er hooguit sprake van houderschap en houderschap kan niet verjaren. Met dit argument zou de gemeente Schiedam een verjaringsclaim kunnen afwenden. Maar ja, de vraag is natuurlijk, aan wie was dan de grond in bruikleen gegeven? Nou, in ieder geval was ooit, namelijk in 1987, één woonbootbewoner akkoord gegaan met een bruikleenovereenkomst van de gemeente Schiedam. En daarom vond Schiedam in deze uitspraak dat het ervoor moet worden gehouden dat alle woonbootbewoners en hun rechtsvoorgangers de gemeentegrond ooit in bruikleen hebben gekregen en dus hooguit houden zijn. Dit noem ik wel de iedereen over één kam scheren methode. Het is natuurlijk een hele aantrekkelijke methode bij gebrek aan bewijzen per perceel of gebruiken van gemeentegrond. Als je nu kunt bewijzen als eigenaar en gemeente dat er voor één of enkele gevallen in elk geval sprake is van bruikleen, dan is het wel prettig als dat voor vergelijkbare gevallen, zoals verderop in de straat, de wijk of in dit geval langs de waterkant, ook zo zou zijn. Dat scheelt al snel heel veel verjaringsdossiers. In mijn e-book over interversie schreef ik al dat deze methode volgens mij juridisch aanvechtbaar is. Je kunt mijn e-book downloaden via mijn blog www.illegaalgrondgebruik.nl en klik dan even door bovenin naar e-book. Aanvechtbaar of niet, in deze zaak boekt de gemeente Schiedam er wel succes mee. De rechtbank lijkt namelijk mee te gaan met deze alles over een kam scheren methode zonder dat met zoveel woorden te onderschrijven. Het is in ieder geval één van de argumenten die de rechtbank overtuigen van het feit dat er geen sprake is van bezit bij de woonbootbewoners, maar van houderschap. En dus dat hun beroep op verjaring niet slaagt in deze zaak. Er valt natuurlijk nog veel meer over deze uitspraak te zeggen, maar dat volgt een andere keer. Wil je nou de hele uitspraak met mijn commentaar, mijn volledige commentaar, downloaden? Kijk dan even onderaan deze video. Ben jij hier nou mee bezig als professional en wil je meer weten voor je dagelijkse praktijk? Of zit je als particulier met een vervelende kwestie met de buren of met een overheidsinstantie? Vraag dan eens advies aan bij Van Leijen Overheidsrecht. Of doe meer kennis op in de Van Leijen Academie.